Men spreekt over het belang van een scheiding tussen kerk en staat, het belang van de neutraliteit van de overheid, het belang van de godsdienstvrijheid, het belang van de vrijheid van geweten, de vrijheid van meningsuiting en noem maar op. En men noemt dat vaak de westerse verworvenheden, de westerse waarden, die zo belangrijk zijn dat we die niet opnieuw willen gaan onderhandelen, nu dat er bijvoorbeeld nieuwkomers zouden komen, mensen uit andere landen of mensen met andere overtuigingen. Dat zijn onze uitgangspunten, zeggen we, of dat hoor je zeggen, waar we niet willen op toegeven. Scheiding tussen kerk en staat, ik zal straks uitleggen wat ik daarmee bedoel, een vorm van overheidsneutraliteit, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting enzovoort, dat zijn principes. Dat zijn de voorlopige beste principes om een samenleving en diversiteit te organiseren. Als je betere principes hebt, dan mag je mij die straks presenteren. Het zijn voorlopig de beste principes die we hebben. En dat gaat uit van de idee, heel simpel idee, dat we mensen als vrije en gelijke individuen moeten behandelen. Als je de idee van vrijheid en gelijkheid accepteert, dan is de andere kant van dezelfde medaille een vorm van staatsneutraliteit. Waarom? Als je een staat hebt die bewust en manifest regels uitvaardigt met de bedoeling om één of meerdere levensbeschouwingen te bevoordelen of te benadelen, voor te trekken of te discrimineren, zo'n staat behandelt haar burgers niet als vrije en gelijke individuen. In het Vlaams parlement had Etienne Vermeers een gans betoog voorbereid. En wat was de inhoud van zijn betoog, kort samengevat, was: we kunnen die hoofddoek gemakkelijk verbieden, want die hoofddoek, die verplichting om een hoofddoek te dragen, dat staat niet in de Koran. Nu, dat is een interessante discussie. En waarschijnlijk heeft Etienne Vermeers gelijk. Etienne Vermeers heeft altijd gelijk, volgens sommige mensen. Maar dat argument snijdt geen hout op dat moment. Dat is geen politiek neutraal argument. Je kunt geen hoofddoeken verbieden omdat het niet in de Koran staat. Er staat ook niet in de Bijbel hoeveel keer dat je naar de Eucharistie moet gaan. Is dat elke dag zoals het vroeger was? Is dat één keer in de week zoals het in mijn tijd was? Of is men al blij als men één keer in een jaar naar de mis gaat zoals het vandaag is? Dat moeten de levensbeschouwingen uitmaken. Daar moet de staat niks over zeggen. Dat is scheiding tussen kerk en staat. Het grappige was ook dat in dat Vlaams parlement op dat moment, het was een open zitting, waren toeschouwers. Er zaten geen dames met hoofddoek. Weet je wie er zat? De Sikhs. De Sikhs zaten daar, met de tulband. Die kwamen ons vooraf bedanken dat we dat wilden komen doen naar zo'n hoorzitting. Die hadden bloemen mee voor ons, heel sympathiek. En Vermeers die trok bleek weg, omdat hij onmiddellijk inzag van oei, heel mijn betoog slaat natuurlijk nergens op. De tulband zegt de Koran helemaal niks over. Als de tulband vrouw onderdrukkend is, dat weet ik ook niet, want het zijn mannen die hem dragen, enzovoort. Dus het probleem wat Etienne Vermeers toen had, was hij had geen politiek argument om iets te verbieden. Want er staat ook in onze grondwet, artikel 21, als ik me niet vergis, dat de overheid zich niet mag bemoeien bij geen enkele levensbeschouwing, ook niet bij de erkende, bij het bepalen van wat nu een bedienaar is van de eredienst en de aanstelling van de bedienaar van de eredienst. Belangrijke discussie die we hebben bijvoorbeeld met de opleiding van imams of de erkenning van imams en de moslim-executief die daar een rol in moet inspelen. We hebben de discussie net achter de rug, ze zijn nog altijd bezig. Het is een moeilijke oefening, want de overheid kan wegens de scheiding tussen kerk en staat niet zomaar zeggen, een imam die moet aan die en die criteria voldoen. Nu, die ideologieën, die levensbeschouwingen, die tradities, die moeten zich op de een of andere manier, dan willen ze een legitieme plek in onze samenleving krijgen, moeten die zich aanpassen. Je zou kunnen zeggen, die moeten een leerproces door. Die moeten zich conform de uitgangspunten van de liberale rechtsstaat aanpassen. De grote vraag nu is, kan de islam ook dat leerproces doormaken? Dat is dan de discussie over de zogenaamde euro-islam. Of ja, er zijn al tal van adjectieven genoemd. Hè. Rationele islam, humane islam, moderne islam, gematigde moslim, islam, liberale islam, progressieve islam. Ik bedoel een islam die dat leerproces heeft doorgemaakt en die zich conformeert aan de idee van vrijheid en gelijkheid, niet als
persoonlijke waarden, maar als waarden op basis waarvan de samenleving waarin we leven gebaseerd is. Kan de islam dat? Mogelijk wel. Hè? Maar dat vergt inspanning. En er zijn, u kunt de parallel niet helemaal trekken met de katholieke kerk. Waarom niet? De katholieke kerk is hiërarchisch georganiseerd, is centraal georganiseerd. Het voordeel van de katholieke kerk, je kunt die gasten pakken. Ik noem heel kort twee moeilijke punten binnen de islam, die het misschien voor de islam nog moeilijker maken dan voor het katholicisme om zich conform te maken aan die liberale rechtsstaat. Dat is, als je dat wil doen, die vrijheid en gelijkheid accepteren, dan moet je teksten kunnen interpreteren, durven interpreteren, en eventueel ook zeggen, bepaalde teksten, we gaan die een beetje aan de kant zetten. En in de islam heb je een extra probleem, denk ik, omdat in de mainstream theologie daar de idee zeer sterk leeft dat de Koran het letterlijke woord is van God. En God sprak Arabisch. Maar je mag het zelfs niet vertalen in bepaalde opvattingen. Terwijl in het christendom de koevoet om te mogen interpreteren al in de teksten zelf zit. Het zijn al interpretaties van de openbaring, namelijk Jezus Christus. Het evangelie volgens Matthäus, volgens Lucas. Het is mensenwerk. Tweede moeilijke punt, en er zijn er misschien nog, maar tweede moeilijke punt, sharia. De kerk heeft ook een wetboek, kerkelijk recht. Erik Dorfs is daar expert in. Dat kerkelijk wetboek, geldt enkel voor de mensen binnen de kerk. Dat regelt, dat is een soort intern reglement, dat is het huisreglement, zoals er hier waarschijnlijk ook een huisreglement is. Dat zegt niets over mij, want ik zit niet bij de kerk. De sharia, voor zover die de pretentie zou hebben om niet alleen geldig te zijn voor moslims binnen bepaalde gemeenschappen, maar ook de pretentie heeft om de samenleving als dusdanig te reguleren, en dus dat die ook van toepassing zou zijn op mij, die geen, en ik ben geen moslim, dat is problematisch vanuit liberaal-democratisch perspectief. Scheiding tussen kerk en staat is er niet om religie uit de publieke ruimte te bouwen. Ik ken wel mensen hoor, die zeggen, geen hoofddoeken, want scheiding tussen kerk en staat. Ja, scheiding tussen kerk en staat, daaruit valt helemaal niet geen hoofddoeken of zo. Hè? Scheiding tussen kerk en staat is er juist, en de neutraliteit van de overheid is er juist, uit respect voor het feit dat wij individuen bepaalde morele en levensbeschouwelijke bindingen hebben die wij belangrijk vinden en waarmee we willen naar buiten komen. Daarom moet de overheid neutraal zijn. De vrijheid van meningsuiting die kan niet zonder het recht om te kwetsen. Want als je het recht om te kwetsen niet accepteert, dan laat je de ruimte van de vrijheid van meningsuiting eigenlijk afhangen of laat je die ruimte bepalen door de mensen met de langste tenen. En ik kan u verzekeren, als je daarmee begint, is die ruimte voor de vrijheid van meningsuiting zeer klein. Dus we moeten niet de vrijheid van meningsuiting laten bepalen door de mensen met de langste tenen. We moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen als een belangrijk uitgangspunt van een vrije samenleving. Een democratie kan niet zonder vrije meningsuiting. Ik heb ooit nog een stuk geschreven waarin ik Geert Wilders verdedig. Geert Wilders mag zeggen, de Koran is een fascistisch boek. Je kunt daar grondig mee oneens zijn. Je kunt vinden dat dat dom is dat hij dat zegt, dat dat immoreel is, dat dat niet gepast is, dat dat inderdaad te veel mensen kwetst, dat dat nu niet het moment is om die discussie te voeren, enzovoort. Maar hij heeft het recht om dat te zeggen. Moslims hebben tegelijkertijd ook het recht om te zeggen, ja, maar Wilders, wij voelen ons daar niet lekker bij. Wij vinden dat niet aangenaam dat jij dat zegt. Je mag als moslim zeggen, we gaan daar tegen betogen, we gaan een betoging organiseren tegen Wilders, of we gaan een betoging organiseren tegen Charlie Hebdo. Kan, hè? Je hoeft, het is niet omdat die mensen van Charlie Hebdo gedood zijn, dat je Charlie Hebdo goed moet vinden. Dat is ook een lastige in een open samenleving. Moeten we aanvaarden, denk ik, maar dat is al, je kunt daarover discussiëren, dat ouders hun kinderen opvoeden zoals zij dat graag willen. En ik zie natuurlijk veel ouders kinderen opvoeden waarvan ik denk, hè, ik zou niet graag dat kind zijn. Hè. Soms denk ik wel eens van, dit soort mensen zou geen kinderen mogen krijgen. Hè. Maar wie ben ik? Hè? In een open, vrije samenleving, denk ik, moet je aanvaarden dat mensen hun kinderen opvoeden, ook levensbeschouwelijk, op de manier zoals zij dat willen. Waar de overheid echter moet op toezien, dat is
dat er zoiets bestaat voor kinderen als het, wat men noemt, het recht op een open toekomst. Het recht op een open toekomst. Dat mag kinderen niet ontzegd worden in een open samenleving. Waarom niet? Als je die kleine, of als die kinderen als vrije wezens wil respecteren, dan moet je hen het recht op een open toekomst garanderen. Dat betekent dat je als overheid het aan uzelf verplicht bent om ervoor te zorgen dat al uw kleine mannen in uw samenleving deftig onderwijs krijgen. In verband met de Joodse gemeenschap hier in Antwerpen hoor je vaak dat argument, ja, we kunnen niet te veel op hun onderwijs ingrijpen, want er is toch zoiets als godsdienstvrijheid voor de Joden. Mijn voeten, hè. Het gaat niet over die godsdienstvrijheid van de Joden of van die groep. Het gaat over de godsdienstvrijheid van die kleine mannen. En als die kleine mannen in een chassidisch gesloten gemeenschap opgroeien, ja, die Joden hebben het recht om hun kinderen zo op te voeden, hè. Dat heb ik al gezegd. In een open samenleving moet ik dat erbij nemen. Maar het enige wat ik moet doen als samenleving is ervoor te zorgen dat die kleine mannen, de Joodse kleine mannen, in staat worden gesteld om hun opvoeding, om hun traditie, om hun levensbeschouwing in perspectief te zien. Dat ze alternatieven krijgen aangereikt. Dat ze leren nadenken over wat ze meekrijgen. Dat ze autonoom leren nadenken. Dat ze alternatieven zien. Dat ze geïnformeerd worden over hoe de wereld, ook levensbeschouwelijk gezien, in elkaar zit. Dat zijn we aan die Joodse kleinmannen verplicht. Dat is ook de belangrijkste reden waarom ik een grote voorstander ben van het vak LEF, wat daar genoemd is, levensbeschouwing, ethiek en filosofie voor iedereen. Wat ik eigenlijk wil, is dat in alle scholen, in alle netten, voor alle leerlingen van 6 tot 18 jaar, dus gedurende de leerplicht, dat die jongeren adequaat geïnformeerd worden over levensbeschouwingen, over ethische en morele tradities, over filosofische tradities. Mensen moeten democratie aanleren. En we hebben dat ondertussen min of meer gesnopen als het gaat over nieuwkomers, migranten. Ah, we gaan die inburgeren, we gaan maatschappelijke oriëntatie organiseren en we gaan de regels uitleggen, we gaan tonen hoe die democratie in elkaar zit. Maar voor het gros van de nieuwkomers in onze samenleving, namelijk de kinderen die hier geboren worden, ons kinderen, doen nauwelijks iets. Dankzij een mooie pilaar in de tentoonstelling heb ik gezien over de gulden regel. Wel, het is eigenlijk niet meer dan dat, hè. Doe nooit aan een ander waarvan je niet wil dat die ander dat aan u doet. Als jij vindt dat je het recht moet hebben om uw godsdienst en vrijheid te beleven, dan is het niet meer dan redelijk dat u aanvaardt dat iemand anders ook dat recht zou moeten hebben. Het gaat eigenlijk terug op een heel simpele logica van wederkerigheid. Doe nooit aan een ander wat je niet aan jezelf wil dat anderen voor u doen. Als je dat doordenkt, dat hele simpele regeltje, dat al in, je vindt het in het christendom terug, je vindt het jodendom terug, je vindt het in de islam terug, je vindt in allerlei oude wijsheidsteksten terug. Als je dat doordenkt, consequent doordenkt, dan kom je uit in de liberale democratie, gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Goed, ik dank u voor uw aandacht.